Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je een Hollandaise saus maakt. Wat hebben we nodig? 3 dooiers. Het eiwit heb ik gebruikt voor iets anders, bijvoorbeeld een soufflé of meringue. Geklaarde boter, water en citroen. De geklaarde boter die gaan we eventjes opwarmen in de magnetron. Ongeveer een 30-tal à 40-tal secondjes, zodanig dat de boter een 60 à 70 graden heeft. Heel belangrijk is eigenlijk dat je een goede sauteuse, een goede pot hebt eigenlijk om eigenlijk je mousseline in op te kloppen. Dus ik werk graag met een pot met een ronde bodem. Waardoor dat je eigenlijk mooi kan eigenlijk gaan kloppen in een 8. Zo. Dooiers, die doen we mooi in de pot. Ongeveer 1 eetlepel water. Mooi losroeren. Nu krijg je al een mooi schuim. Dan gaan we zout aan toevoegen. Dan gaan we gelijkmatig opkloppen, dus eigenlijk in een 8. En je inductie, je vuur zet eigenlijk op een half harde kracht. Dus hier staat hij op nummertje 6, zodanig dat je hem mooi luchtig kan opkloppen. Gewoon, lijkt dat je zou zeggen dat hij eventjes een klein beetje opkookt. Kijk, en nu gaat hij perfect zijn. Mooi schoon luchten en dan gaan we mooi druppelsgewijs de geklaarde boter er gaan ondermengen. Voor 3 eidooiers is dat ongeveer een 200 à 250 gram geklaarde boter, dus meer of genoeg. Blijf roeren, druppelsgewijs, zoals dat je mayonaise maakt. Doe je dat veel rapper, dan heb je kans dat je gaat schiften. Citroensap. Van citroen in, omdat ik dat heel lekker vind. De Hollandaise, die is nu klaar. Nu gaan we daar een bordje op zetten. Gaan we nu aan de kant van het vuur zetten. En die daar gaat er niks aan komen. Waarom zet ik daar een bordje op? Zodanig dat er geen korstvorming gaat zijn bovenaan de Hollandaise. Hollandaise gebruik ik als basisingrediënt. Dat zult u zien in de volgende afleveringen van First Class. Tot later.